21 maart vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats en Amersfoort kiest dan. Maar waar kiezen we voor? Waar stemmen we tegen? Wat kunnen we veranderen? Wat willen we hetzelfde houden? Amersfoortkiest.nl. Aan tafel zijn aangeschoven Grace Tanneman, lijsttrekker voor de PvdA, en Marijke Jongerman, fractievoorzitter en lijsttrekker van de SP. Voordat we over het sociaal domein gaan praten, eerst eens weten wie deze twee nieuwe lijsttrekkers zijn. Grace Tanneman, je was in de gemeenteraad 10 jaar lang. Daar ben je uit vertrokken. Toen ben je naar Den Haag gegaan. Dat gebeurt vaker. Wij ervaren dat nog wel eens als carrière maken. Is dat ook zo? Ik ben naar Den Haag gegaan, maar niet zozeer om carrière te maken. Want op zich was de tijd er rijp voor om daar naartoe te gaan. En juist als 11 jaar in de raad kom je erachter dat heel veel dingen die wij hier lokaal zitten te doen, uitvoeren zijn van landelijk beleid. En op onderdelen denk je dan van, ze zouden daar misschien eens beter met elkaar kunnen communiceren. Hè? Want soms raken dingen elkaar hier waar je gewoon last van hebt. En aldoende ben ik uiteindelijk in Den Haag terechtgekomen. Het is toch heel erg leuk als je één van de 150 vertegenwoordigers mag zijn? Natuurlijk is dat leuk. Ja. Maar het is niet een carrière move van, nou wil ik nog, weet ik veel, van alles bereiken in die zin. Ik vond het leuk en nou ben ik weer terug in Amersfoort. Is het jammer dat je afscheid hebt moeten nemen van Den Haag? Nee. Is het niet zo leuk? Jawel, het is heel erg leuk. Maar 4,5 jaar is ook best een hele tijd. En het is wel zo dat dit natuurlijk het eerste kabinet is wat in vele, vele jaren gewoon de rit heeft afgemaakt. En het is ook heel eervol om daar te zijn. Je zat wel in het hart van de democratie. Maar het is ook wel heel zwaar. Het zijn echt tropenjaren. En ik vond het leuk. En nu ben ik weer hier. En dat vind ik ook heel erg leuk. Marijke Jongerman, je eerste raadsperiode zit er bijna op. Waar ben je het meest trots op? Waar ik het meest trots op ben? Nou, dat wij ons hard hebben gemaakt voor onder andere mensen met een beperking. Ik denk bijvoorbeeld aan studenten die een studie willen doen met een beperking en daardoor een verhoging hebben gekregen van hun inkomen. Van een toelage die ze elke maand krijgen, dankzij ons. En daar ben ik heel trots op. Okay. Je zou helemaal geen lijsttrekker zijn, maar opeens eind van het jaar werd je dat wel. Want ja. Mark Smits werd geroepen voor andere belangrijke taken. Dat is vast even schakelen. Moest je er lang over nadenken? Ik heb gelukkig even tijd voor gehad. Het werd me net voor de kerst gevraagd, dus ik kon er in de vakantie even over nadenken. Maar er wordt wel een beroep op je gedaan, dus ik heb besloten om het te doen. En ik vind het ook hartstikke mooi om te doen. Dus. Oké, laten we naar het sociaal domein gaan, Jelle. Het sociaal domein, traditioneel een onderwerp waar zowel PvdA als SP veel aandacht aan geven. Marijke Jongeman, vind je dat de PvdA het goed heeft gedaan de afgelopen periode? Wij zijn zeker kritisch. Want we hebben het bijvoorbeeld net al over in de buurt gehad. Ik wil toch even benoemen dat daar ook een bezuiniging van 500.000 per jaar achter zit. Ook de thuiszorg, er zijn toch het aantal uren gemiddeld dat mensen krijgen, dat is achteruit gegaan. Ik vind dat het veel beter kan. Is het zo dat op het moment dat SP in het college had gezeten, dat het anders was gegaan? Daar ben ik wel van overtuigd, ja. Ja. Grace, hebben jullie dan te weinig ambitie gehad? Want ik kan me voorstellen dat jullie het hier wel over eens zijn. We moeten er niet op bezuinigen. Nou, ik denk dat wij hebben laten zien dat we niet alleen een hoop ambitie hebben, maar die ambitie ook hebben gerealiseerd. Nou, maar er is bezuinigd. Dat verwijt Marijke je. Bezuinigen is niet het doel op zich. Het gaat erom dat je de zorg op een goede en efficiënte manier inricht. Als ik kijk hoe in de buurt dit doet, dan heb ik daar echt, vind ik dat ze dat heel goed doen. Ik ben echt de stad ingegaan om te vragen, omdat ik weg ben geweest. Hè. Ik hoor dat ze zeggen, het is toegankelijk. Het kan natuurlijk altijd beter, maar ik denk als je ziet hoe naar die hele die transitie, ja, een beetje lastig woord, maar van de zorg en hoe daar vorm aan is gegeven door deze wethouder, dan denk ik dat het heel goed gedaan is. Is de bezuiniging terecht geweest? Op welk onderdeel? De huishoudelijke zorg heb je het dan over? Marijke verwijt jullie dat jullie bezuinigd hebben. Dat hadden jullie niet moeten doen. Is die terecht geweest, die bezuiniging? Ik denk dat die bezuiniging heel terecht is. Kijk, een deel is natuurlijk landelijk, zo'n bezuiniging. Maar de bezuiniging, laten we dat ook niet vergeten. Als je zegt, er zijn allerlei innovaties in de zorg. We willen nieuwe medicijnen, we willen allerlei nieuwe apparatuur. Mensen willen langer en gezonder leven. Moet je ergens gaan bezuinigen. Voor een deel is dat bezuinigd op onder andere de huishoudelijke hulp bij mensen thuis. En wij hebben gevraagd, als u het zelf kunt betalen, doet u dat dan zelf. En als het echt niet kan, dan helpt de gemeente u. Ze waren heel erg gemotiveerd, Marijke, om te bezuinigen.
Ja, nou ja, die bezuiniging die was natuurlijk gekoppeld aan het financieel toezicht. Dit is ook daar rechtstreeks het gevolg van. En het punt is gewoon, dit college had aan het begin van de periode gewoon de financiële zaken niet op orde. En nu moeten de mensen in de wijken daarvoor het gelag betalen. En ja, als ik nu ook weer hoor van bijvoorbeeld dat nu ook de komende periode de VVD weer 2,5 miljoen aan de zorg wil onttrekken voor bijvoorbeeld het aanleggen van sportvelden. Ja, dat is mijn vraag toch aan mevrouw Tannemal. Van, wilt u ons steunen erin om dat tegen te gaan houden? Ik weet inderdaad dat ik heb het VVD-programma uiteraard gelezen. Dus ik weet precies wat u bedoelt. En ik denk dat sport heel belangrijk is, maar niet om het op deze manier het geld te realiseren. Omdat geld, als je dat ziet als preventie van mensen moeten gezond zijn, dat begrijp ik wel. Maar dit geld is bedoeld voor mensen die hele zware zorg nodig hebben. Dus in die manier heeft het niet eens effect. Je onttrekt het gewoon aan zorg voor mensen die zorg heel hard nodig hebben. En het helpt niet het doel van preventie, want dan gaat deze doelgroep niet. Dus geen steun? Wel, Jus. Dus wel. Marijke, ik vind niet dat het onttrokken moet worden aan de zorg. Marijke Jongerman, we hebben net buurtbewoners gehoord. En ook Inge Wellekommen van In de Buurt. En Ageet Ouwehand van Beweging 3.0. En eigenlijk hoor ik ze allemaal zeggen van, gaat beleid niet rigoureus veranderen na 21 maart. Luister naar de buurt. Laat ons zelf aan zet zijn. Steuninitiatieven. Hoe luister jij daarnaar? Nou, ik ben het daar helemaal mee eens. Want heel recentelijk zien we bijvoorbeeld een voorbeeld met de Groene Steen nu. Er wordt dan voorgelegd aan de Groene Steen van, nou willen jullie het buurthuis overnemen? Nou, zij zeggen van, wij zien hier allerlei risico's. En wat zegt de gemeente vervolgens? Nou, oké, jammer dan gaan we wel een andere partij zoeken die het wil doen. Dat je laat mensen dan gewoon heel hard vallen. Datzelfde hebben we gezien bij het Huis van Battels bijvoorbeeld. Dat is min of meer nu opgeheven. En dat is toch een beetje mijn bezwaar aan het beleid dat nu gevoerd wordt. Van, er zijn allerlei prachtige initiatieven vanuit de buurten. Maar op het moment dat het dan ook echt nodig is dat de gemeente steun gaat verlenen, bijvoorbeeld financieel of op andere manieren, dan laat de gemeente het afweten. En volgens mij is dat echt wat nu moet gaan veranderen. Dat we in dat samen met de mensen in de stad gaan zorgen dat. Dat is nou net ook een lastig punt. Want ook een rode draad in deze uitzending is dat al die partijen die we aan het woord laten, ze vinden het moeilijk om de Amersfoorters te mobiliseren. Nou heten jullie allebei volkspartijen te zijn. Jullie willen dicht bij de man in de straat staan. Lukt het jullie? Kunnen jullie ze er wel bij betrekken? Nou, wat wij als SP doen is dat wij elke week de straat heen gaan, gewoon de buurt in. En dan gaan we gewoon, we kiezen iedere keer een andere buurt. En dan gaan we gewoon aanbellen met mensen. En gaan we praten met mensen en vragen van wat leeft er in de wijk, van wat kan beter. Vinden ze dat leuk? Dat wordt heel erg gewaardeerd, ja. Ja, af en toe wordt er ook wel eens een deur dichtgesmeten, maar dat hoort er ook bij. Ja. Maar mensen waarderen het. En ik zou ook willen zeggen, alle buurtinitiatieven hier en de mensen van in de buurt, van ga dat ook gewoon doen. Ga gewoon even de wijk in lopen, aanbellen en met mensen praten. Grace doet het vast en geeft ze dan ook nog een roos cadeau. Ja, het is voor ons heel gebruikelijk om inderdaad de straat op te gaan. En inderdaad, wat Marijke ook zegt, soms gaat er een deur dicht. Maar het is juist belangrijk om ook te horen wat mensen hier mee willen geven. En ik denk inderdaad dat dat iets is van, net stelde je ook de vraag, hè, over moet het beleid nou helemaal anders? Ik ga er maar even uit dat die vraag ook voor mij is. Maar ik vind inderdaad dat het beleid zoals het nu op de rit staat, dat er echt een heel stevig fundament is gelegd op de zorg. Dat meen ik echt. En ik zie het ook voor mensen. Als je ziet dat wij zo'n 35 klachten krijgen op de zorg, waarvan er 20 binnen een maand opgelost zijn, dan denk ik toch dat je het helemaal niet verkeerd doet. En ik ben er eigenlijk heel trots op. De manier waarop er vorm wordt gegeven, samen met bewoners, zoals de buurt bestuurt, vind ik een voorbeeld. Ja, Marijke Jongerman van de SP vindt toch echt dat er een andere koers nodig is. Dat staat namelijk letterlijk in hun verkiezingsprogramma. In het programma staat, wij laten zien, de SP dus, dat we kunnen kiezen voor goede zorg zonder marktwerking via een gemeentelijk thuiszorgbedrijf. Waarom een gemeentelijk thuiszorgbedrijf? Nou, omdat er gewoon heel veel geld naar administratieve overheid gaat in de zorg en met name in de thuiszorg. Je hebt al die bedrijven waar je dan zaken mee moet doen. Nou ja, er zitten allemaal managers achter. Wij zeggen van, ga dat gewoon als gemeente zelf regelen. Dan hou je de lijntjes kort, dan heb je veel minder managementlagen nodig. En dan kun je het geld ook echt besteden wat voor bedoeld is aan de zorg. Grace Tannemal, een gemeentelijk thuiszorgbedrijf, goed plan? Nou, ja of nee? Iets meer dan ja of nee. Nee, ik vind nee. Maar er zit wel wat achteraan. En dat betekent namelijk, we hebben ook een aantal, zoals rondom de doedemocratie en de buurtrechten, waarbij we bewoners de kans willen geven om zelf met initiatieven te komen. Dat zie je ook verderop in het land, hè, dat er zorgcoöperaties ontstaan. Nou, daar heb je natuurlijk al helemaal geen administratieve lasten en overheid. Laat bewoners het zelf doen. Gemeente moet het faciliteren. En wij willen echt gaan vastleggen. Hoe we dat doen, gaan we samen met bewoners bespreken. Welke stappen er gezet moeten worden om tot een goed bewonersinitiatief te komen, zodat mensen zelf bijvoorbeeld zorgcoöperaties. Ik had nog 100 vragen aan jullie, maar mijn tijd zit erop.